toch zelf weer, hoe wij er tussen gaan, hoe hoog. Jullie hebben het toch niet, want die betalen zelf toch weer terug, hoor. Maar dan zie je alles wel, alles is weer omhoog gegaan. Alles wordt duurder. En de ellende is, de duurder zijn de mensen, maar die een vast inkomen hebben van pensioen, of nou ja, noem maar op, ja, die hebben mensen met een laag inkomen, die ergens van een ziekte werden ontdekt, die kunnen er niet mee komen. Die kan ook niet meer. Nee, die kan ook niet meer. Maar zo is de kosterij in Engeland, zijn die mensen er nou eigenlijk... Er zijn er niets weinig van geworden, niks. Ze waren ontdekt maar ons geroken hebben. Ze hebben 2,5% geboren. Schommel normaal. Toen hebben we 6 weken gestart. 7 weken al. Ja, en dan de mensen die niet georganiseerd zijn, moet je even goed nagaan dat die dus altijd, dat die niet krijgen. Ja, die krijgen niks. Dan is het natuurlijk helemaal een ramp. Zulke huishoudens gaan helemaal op de fles. Ja, maar dat gaat ook niet. Je kan daar ook niet 6-7 weken zonder zitten zitten. Met zulke mensen. Van zulke gezinnen. Als je niet georganiseerd bent, moet je consequenties trekken en ook niet staken. Nee, dat moet je niet. Ja, maar zie, dat is het nog maar net. Zo, toen ze hier verwerkspoeren, hebben ze 3 dagen gestart. Hoe lang hebben ze toen gestart? 3 dagen of 2 dagen? Toen zei de raad om naar het ijsje vanuit te gaan, om hun een steun te geven, om dat te onderhouden. Dus dat vind ik ook weer iets wat niet klopt, hè. Klopt het wel niet. Wat niet klopt, hè, want ik weet wel dat ze met de lijst rondgegaan zijn. Ja. Om die mensen die gestaakt hebben, 2-3 dagen, ik weet niet van werk voor hoor. Uh-huh. Maar om toch huilen tot een loon te komen. Ja. Als je de bonden dat niet meer kan volhouden, dan moeten ze nooit gaan staken. Moeten ze die risico's niet nemen. Nee. Nou, volhouden, ze kunnen niet eens aan beginnen, want ze hebben alles belegd hoor. Dus, ja, daarom. Ik vraag me af waarom worden in sommige landen niet gestaakt. Want in Duitsland hoor je nooit van dat. Maar durven ze niet hoor. Nee, maar waarom doen ze hier ook zo wel? Nederland, België, Engeland, Frankrijk. Dus ze doen maar raak, hè, in Italië en zo. En er zijn verschillende landen. Ah, Italië is toch voor een heel verschrikkelijk. Oh, die ook. Maar dat land gaat kapot eraan. Daar blijft niks van over. Dit was zomaar eventjes om je te laten horen dat nog steeds de stem van meneer Smedema dezelfde is. Want Marianne herinnert zich nog wel hoe meneer Smedema altijd doordraven kon. Hè? En praten en op zijn stuk staan en zo. Het is een ontzettend goed en een ontzettende lieve man, werkelijk waar. Maar over politiek heeft hij echt geen kaas gegeten hoor. Want dan spreekt hij zomaar gewoon een klein beetje in de ruimte. Wij noemen dat in Holland als een kip zonder kop. En daarom wou ik je nog maar eventjes dit gesprek zo laten horen. Hij heeft aan de boventoon en niet op een vervelende manier, helemaal niet. En de andere stemmen die hoorden, dat was dan mevrouw Kugel en mevrouw Smedema en Joop van ons en wie was er nog meer, meneer Kugel en er waren nog een paar mensen. Maar meneer Smedema, met zijn Friese accent, dat houdt aan de bovenkant. En daar wou ik je nog maar eventjes in terugverplaatsen van jaren terug, Marianne. Want dat gesprek is niet zo belangrijk, want dat doet mij helemaal niks en niemand niet. Maar je weet nog wel hoe dat dan is als meneer Smedema dan zo lekker aan het praten was, hè? Hun beide kinderen zijn intussen ook alweer groot geworden. Je weet, Hette is 14 dagen ouder dan Egbert. En een ontzettend leuke jongen, een knap gezichtje. Hij is dol op oma. Want hij komt naar haar en dan roept hij, ha, oma, hoe is het nou? Bijvoorbeeld midden in de stad, als je met een hoop schoolgenoten uit de school komt. Hè? En ja, het is toch ook al een jongen van 17 jaar. En dan ziet hij mij lopen bijvoorbeeld en dan gilt hij, oma, hoe is het? Zal ik je even een lift op de brommer geven, naar het ziekenhuis? Wat ik natuurlijk niet doe, maar echt leuk is dat zo, hè?
Hij leert voor elektricien. Hij is de ambachtsschool, ja, ambachtsschool is hij doorlopen. En nu gaat hij dan straks, gaat hij werken bij Bredero Bouwbedrijf. Ja, dat kennen jullie niet, want dat was toen nog niet gevestigd, toen jullie nog hier woonden. Gaat hij werken op Schiphol, met leidingen leggen, elektriciteit en zo. En dan 's avonds bezoekt hij nog verschillende scholen. Van hem heb ik dan ook die racket gekregen, die platenspeler gekregen. Waar ik zo even op een van de vorige kanten, waar ik het toen over had. Nou, en Titia is 13. Dat is echt wat je noemt een fris, blozend boerinnetje. Zij heeft heel lang haar, heel lang donkerbruin haar, wat een eind over de achterste hangt. Want tegenwoordig hebben al die meisjes lang haar. En nou, ze gaat naar de MAVO. Ja, dat is de MAVO wat bij jullie vroeger de MULO was. Ze heeft ontzettend goede cijfers, ze is erg leergierig, want als zij niet een van de eerste is van haar klas, ze wil niet de eerste, maar dan toch altijd zo ongeveer aan de top staan, anders is ze verdrietig, want ze zegt ik kan het en dan wil ik het ook. 'S Morgens bijvoorbeeld staat ze om 5:15, 6:15 op, gaat ze zitten leren tot ze naar school gaat. Komt ze 's middags uit school thuis, dan gaat ze een eindje fietsen met een vriendin of ze gaat wandelen of het een of ander. En dan 's avonds kijkt ze even tv en ze maakt wat aantekeningen voor haar huiswerk. Maar ja, ze zegt ook, ik kan het allerbeste 's morgens vroeg leren. Zij wil dan later bij het onderwijs, onderwijzeres of lerares wil ze worden. Ja, ik kan echt wel zeggen, deze mensen hebben heel veel plezier van hun twee kinderen. En ja, mevrouw Smedema is altijd dezelfde nog. Ontzettend goed en lief voor mij. Een dochter kan niet beter zijn. Elke woensdagmorgen zien we elkaar zomaar even 1 uur. Want woensdagmorgens, het is nu op het Van Beuningenplein. Dat weet je nog waar je had, het Torbekkenplein en Van Beuningenplein. Daar in de buurt van de straat, waarbij de watertoren. Die pleintjes, en op een van die pleintjes is het nou elke woensdagmorgen van 's morgens 8 uur tot 's middags 1 uur markt. Zoals in het klein, zoals het dan in de stad zaterdags in het groot is. Nou, je kan er ook wel... Ja, ik moest even onderbreken, want dat was de telefoon. Dan kon je misschien wel horen, hè. Ik werd even gebeld uit Rotterdam, van Sera. Nou, die woont tegenwoordig niet meer in Rotterdam, die woont in Spijkenisse. Maar... dat was eventjes een plezierig gesprek. Maar daar praat ik later nog wel over. Sera en Piet de Vries, die krijgen ook nog een beurt hoor. Om naar Amerika te gaan met een gesproken brief. Maar ik had het dan over de familie Smedema. Over het marktje zaterdagsmorgens. Hè. En daar ga ik dan altijd heel even heen. Als ik tenminste thuis ben. Als ik niet moet werken of zo. Of dat er niks anders is. Want het is er altijd heel prettig. De groente en fruit is er bijzonder goed en bijzonder goedkoop. En het is even gezellig. Loop dan samen even en dan kom ik langs mevrouw Smedema. Want daar moet ik natuurlijk langs. En dan pikken we elkaar op. En we lopen gearmd eventjes over het matje. En we kijken eventjes allerlei dingen. En je zal het niet geloven, maar dan zijn we met een kwartier klaar hoor. Want bij alle kramen blijven staan kijken. Dat doen we ook eigenlijk niet. Het is zomaar eventjes eruit. En dan heeft zij al koffie. Dan drink ik 2 kopjes koffie bij haar. En dan loop ik weer naar huis lopen of fietsen. En zo ben ik dan met 1 uur uit en thuis. Maar het is in ieder geval zo dat we elkaar toch elke woensdagmorgen, bijna elke woensdagmorgen, even zien en spreken. Ja. Meneer Smedema zelf werkt altijd nog aan het spoorwegbouwbedrijf. Dat werkte hij geloof ik toen al toen jullie hier nog waren. Hij is daar opzichter. Hij heeft dan een goede baan. Hij spoor- en bouwbedrijf, dat houdt in, of in, dat weet Bert nog wel, de lijndienst, de rails en zo, hè, en de elektrische leidingen. En dat is dan, daar staat, heeft hij dan het toezicht over. Ik geloof niet dat hij zelf hoeft te werken, maar hij heeft dan wel het toezicht op een groepje van 10 of 12 mensen die aan die rails en aan die bielsen en aan die elektrische leidingen en die palen hoe heet die rattenplan allemaal, hoe die daar werken. En zo kruist hij dan ook het hele land door. Hij heeft dan dag- en nachtdienst. De ene week dagdienst en de andere week nachtdienst. Nou, en mevrouw Smedema zelf is dan meestal thuis. En dan doet ze ook zogenaamd noodhulp brigadieren. Dat is tegenwoordig op de kruispunten staan. Dat wordt hier door heel Nederland gedaan. Door gehuwde vrouwen, door gehuwde dames, moeders van kinderen.
die krijgen dan door de politie een zeker punt aangewezen waar een druk verkeerspunt bij een school. En dan moeten ze bijvoorbeeld 's middags om 12 uur, 's morgens om tussen, zeg maar tussen 8:30 en 9:00 op zo'n punt staan met zo'n stopbord voor de auto's en fietsen en brommers. En dan 's middags om 12:00 weer als die scholen uitgaan om de kinderen veilig de straat over te sturen. En dan 's middags om 14:00 weer of 13:30 en dan om 16:00 weer. En dan worden ze daar per uur betaald door het Rijk, hè, via de politie. En dat is een heel erg goed systeem, want sinds dat jaren geleden, geloof ik dat een jaar of 10 geleden ingevoerd is hier in Nederland, dan zijn er veel minder ongelukken. Want je weet zelf hoe kinderen zijn, ze kijken niet uit met het oversteken op straat en het is zo enorm druk geworden hier in Holland, in ons kleine Hollandje. Want 1 op 8 mensen heeft een auto, dus dan weet je het wel, dat er ontzaglijk veel ongelukken gebeuren. Dat zie ik dagelijks in het ziekenhuis, wat er daar allemaal binnengebracht wordt. En toen heeft de politie vrijwilligers opgeroepen in de vorm dan van huismoeders om elke dag, elke schooldag dan, dus van maandag tot en met vrijdag, en in de vakantie niet, en woensdagsmiddags ook niet, om dan te brigaderen. Die dames die hebben dan zo'n oranje plastic gekleurde jas aan die je erg goed zien kan. Vind je, je weet wel wat ik bedoel, dat ook in mist goed te zien is. En ze hebben dan een stopbord en ze laten dan de automobilisten iedere keer stoppen om de kinderen, een groepje kinderen, over te laten steken. Die helpen ze dan over te staan. Altijd 2 dames gelijk, 1 aan de ene kant van de straat en de ander aan de andere kant. En zo helpen ze dan die kleuters oversteken. En als er dan weer zo'n groepje overgestoken is, dan krijgt het verkeer weer doorgang. Die mogen dan weer doorgaan. En zo komen er dan weer een groepje kinderen. Die wachten dan allemaal bij de tantes. Want die dames worden door die kinderen allemaal tante genoemd. En zo komen ze dan over. En zo gaat dat, is een heel goed systeem, want er gebeuren heel weinig ongelukken. En zo loopt dit bandje dan ook weer op zijn eind. Jullie horen er wel nader van. Lieve beste kinderen in Amerika. Ik heb er verschillende keren geprobeerd om een briefje vol te praten, maar iedere keer waren er bijgeluiden en dan deugde er dit niet en dan had ik een hoge fluittoon en dan was er iedere keer weer wat anders. Maar ik ga het nu op de avond van de 7e maart, de zondag 7 maart, nog weer eens even proberen. Want ik wil beslist deze praatbrief van de week weg hebben. Dus, zullen we maar zien wat er uit de bus komt, hè. Ik hoop dat het bij jullie allemaal goed is. Hier gaat het allemaal zo zijn gewone gangetje. We hebben een hevige nawinter. Het is een zachte winter geweest, maar 14 dagen of 10 dagen geleden brak plotseling de winter nog eens in alle hevigheid los. Sneeuw en ijs en alles en grote kou natuurlijk. Als je ziet, van vannacht van de 6e op de 7e maart heeft het 15 graden gevroren. En dat zijn wij hier in Holland niet gewoon, hè. Maar Finn, hier zal ook wel weer een eind aankomen. Ik heb de hele dag hele prettige visite gehad. Vanmorgen voor koffiedrinken kwam Joop en Jannie met Michiel uit Soest kwamen koffie drinken en die zijn vanmiddag hier blijven eten. Het was ontzettend gezellig. Eddie was er niet bij, want Eddie moest naar de padvinderij. We hadden voor het eerst, zolang hij daarop is, een padvindersweekend. Maar vind je, de jongetjes weten wel bij jullie wat dat is, hè? Dus hij was vol lof. En vanmiddag om 16:00 belden we hem op of hij al thuis was. En toen was hij al thuis, maar hij had het zo koud gehad vannacht. Maar ja, dat is ook niet te verwonderen natuurlijk. Als ik naar mezelf kijk, ik heb vannacht ook nog een deken op mijn bed erbij gedaan, want ik kon niet inslapen van de kou. Maar ja, als je dat ziet, wij zijn hier niks gewoon en jullie wel natuurlijk in Amerika, hè. Gisteren was ik ook de hele dag thuis natuurlijk. Ik heb René gehad, die kwam om 10:00. Die komt zaterdag nog alles, kwam hij bij oma kijken. En dan keutelt hij wat en hij zit wat te lezen en hij praat wat en hij babbelt wat. En dan is het eind van het liedje altijd dat we samen de stad in moeten. Dat doet dat kind zo verschrikkelijk graag. Zoals jullie weten, René is de oudste van Ad. En hij wordt, even kijken, hij wordt in april wordt hij 13 jaar.
Hij is van de lagere school af. Hij zit nu voor het eerst op de MAVO. Wat vroeger dan, hoe heette dat vroeger waar jullie vroeger op waren, Marian? De MULO was dat, hè? Dus, en Eddie van Joop gaat dit jaar van de lagere school af. Die moet dan met het zomersemester moet hij dan op de school. Het zal ook wel een MAVO of een lyceum of het een of ander worden. Maar tegenwoordig hebben ze eerst een brugklasse. En bevalt het dan niet, dan kunnen ze altijd nog weer naar een andere school voor met andere mogelijkheden. Dus er zit tegenwoordig, het leerplan is allemaal zo veranderd buiten vroeger, dat het is ongelooflijk. Ik denk dat dat bij jullie ook wel zo zal zijn. En dan over de beide andere knapen. Dat zijn dan Michiel van Joop en Victor van Ad. Die gaan beide naar de eerste klas van de lagere school, of ze zitten dan beiden in de eerste klas van de lagere school. Ik geloof dat ze behoorlijk mee kunnen. Dat zijn een paar pientere knapen, vrolijk en altijd voor een grapje en een lolletje bereid. En dat mag ik wel, vind dat weten jullie wel, hè? En over de kinderen uit Rotterdam kan ik momenteel nog niks zeggen. Dat komt later wel, dat horen jullie dan te zijner tijd wel weer, hè? En dan nu nog maar weer verder over de dag van vandaag. Na het warm eten vanmiddag, om een uur of twee waren we klaar, hebben we de boel maar in de keuken gezet. Ik heb het gauw even afgespoeld. Wassen, dat doe ik vanavond wel. Dat komt altijd wel. En toen hebben we dan gezellig zitten kaarten. Jannie zat te lezen en Joop en Michiel en ik deden kaartspelletjes. Eerst hebben we zitten jokeren. Je staat er verbaasd van wat die kleine aap kan kaartspelen, zeggen. En hij kent ze allemaal uit elkaar. Het was gewoon leuk om te zien. En hij is niet ijverzuchtig als hij verliest. Hij kan erg goed tegen zijn verlies. Nou, we hadden de grootste schik. En toen later kwam het zo over dagjes uitgaan. Want om de beurt neem ik ze dan allemaal eens een dagje mee. Vandaag in de zomer dan Michiel en dan weer eens Eddie en dan weer eens René of Victor. Enfin, dat doen ze altijd verschrikkelijk graag om een dagje met oma uit te gaan. Dan gaan we bijvoorbeeld naar Rotterdam of naar het strand of naar het een of andere museum. Of een rondvaart maken met de een of andere boot. Nou, dat vinden ze zo leuk. En ze weten wel, ik spaar altijd kwartjes. En toen moest Michiel weten hoeveel kwartjes of ik wel had. Dus die zaten we op een krant op de tafel allemaal uit te tellen. En er werd gebeld. En wie waren dat, denk je? Dat was Paul Efraim met zijn vrouw Miep en zijn dochter Judith. Dus dat was natuurlijk leuk dat we die allemaal bij elkaar zagen. Want morgen, de dag van mijn verjaardag, kunnen ze niet komen. Dus dan deed ze het vandaag maar. Nou, we hebben heerlijk zitten praten. Ik vond het alleen jammer dat ik deze luidspreker, die microfoon niet aangesloten had. Want dan hadden jullie het ook allemaal kunnen horen. En nu zijn ze dan allemaal weg. En nu ben ik dan weer bezig om te proberen dit gevalletje vol te praten. Egbert, Bert, papa Bert, als het niet mooi is, als het geluid niet zuiver is, ligt het niet aan het toestel, hoor. Maar dat ligt alleen aan de bedienster daarvan. Zou je ook moeten schrijven? Nee, dat is natuurlijk niet nodig. Nou, vooruit man, je was nog zo lekker bezig. Doe ook een gauw anders, hè? Ja. Oh, gaat dat zo met dat ding? Ja. En gaat dat nou helemaal in Marianne? Ja, dit gaat zo in Marianne. Dat is zo'n klein bandje. En als ze wil, dan kan ze zelf weer uitvergen. En dan nemen ze zelf weer op. Want hier heb ik al verschillende keren bezig geweest om op te nemen. Maar dan iedere keer beviel het me niet. Dus dan deed ik hem weer uitvlakken, hè, er gewoon overheen praten. En dan is het andere weer weg. Marianne, de stem die je hier hoorde, was van Tante Bet. Want vanochtend om een uur of tegen 10 uur is Tante Bet gekomen. Ik wil je even vertellen, het is vandaag 8 maart. Dus ze zeggen dat ik jarig ben vandaag. Dus vanmorgen is Tante Bet gekomen en het is verschrikkelijk gezellig. We hebben lekker gezellig koffie gedronken, een heleboel afgeleuterd. En toen om een uur of 11 kwam er nog een mevrouw. En daar hebben we ook gezellig mee zitten praten tot zo'n uur of 1. Toen hebben we samen onze magen volgestopt en nu een klein beetje zitten relaxen. En nu gaan we maar weer voort met feest vieren. Want straks zullen er wel weer verschillende mensen komen. Je weet hoe dat gaat op zo'n dag. Verschillende telefoons heb ik gehad. Het is enorm gezellig, Marianne. Alleen jullie ontbreken eraan. Maar we zullen nu maar hopen dat dit ook nog wel eens in de toekomst gebeuren zal. Marianne, ik zag vanmorgen in de post dat je ziek geweest was. Maar nu hoor ik van je moeder dat het weer al een beetje beterder is.
Nou, ik hoop dat hij weer helemaal beter wordt, hoor. En ik heb in die tijd dat mama bij jullie geweest is, heel veel over jullie gehoord en veel gezien. Want ze had ontzettend mooie dia's meegebracht. En die komen zo prachtig uit. Nou, dat ik er versteld van sta, hoe mooi of het bij jullie is. Ik vind Nederland vind ik ook dikwijls mooi en andere buitenlanden ook. Maar als je dit dan weer ziet, vind ik het heel erg prachtig, hoor. Ik weet wel, jullie hebben je werk, dus je hebt niet altijd zo tijd voor dat mooi om te bekijken. Maar dat is toch altijd wel waard om er weer een notitie van te nemen, zoals jullie, hè? Dit is heel mooi dat dit nu een toestel is wat je hier uit Holland dus wat van kan horen. Want nu worden er ook wel eens, ik denk, van stille opnamen genomen. Dat wij zelf eigenlijk niet weten, maar dat is voor jullie erg leuk om dat allemaal weer te horen. Ja, de jongens en de kinderen, kennen die Nederlands? Of praat die allemaal Engels zeker? Ja, dat begrijp ik. Maar ja, voor jullie is het dan natuurlijk toch nog een Holland bovenal, hè? Maar ja, jullie hebben hier een groot gezin en fijne kinderen. Want ik zie ze hier vaak op de foto, tenminste vaak. Ik moest vanmorgen nog eventjes wat incasseren van mama. Want toen hing er een dame weg. Nou, ze zei, groeten jullie weer maar tot volgend jaar soms. Ik dacht, nou, wacht eventjes. Ik zal je de deur wel eens overlopen. Maar ja, mama blijft nog even werken. Dus dat is natuurlijk weer een vaag bedenken. Maar ja, als alles gezond is, dan is dat ook weer goed dat we niet zo dikwijls kunnen komen. Als het toch maar gezond is. Hè? Nou, ik geloof dat bij oom Piet ook nogal alles aardig goed gaat. En Ad van oom Piet, die is ook getrouwd, dat zullen we gehoord hebben, hè? Nou, het was wel een heel erg leuk feest, hoor. En we horen ook dat oom Piet nu opa en Lena oma wilt worden. Nou, kan worden, zo zal ik het zeggen. Ja, ik zit nog een beetje te brabbelen, dus dat is het eerste wat ik nu voor de microfoon preek, hè. Dus jij hebt mooi maar een beetje nemen zoals het nu is, hoor. Nou, ik zou jullie... Ze zijn alleen vergeten om de dominees befje voor te doen. Maar ik vind dat ze veel beter praat dan ik. Noem maar jiewe. Oh ja, natuurlijk. Ja, jij hoort dit baas boven baas. Maar daar zullen we dan nu niet om twisten. Want het gaat hier nu maar om dat het van belang is wat jullie overkrijgen, hè? Nou, ik hoop dat je het weer maar goed mogen gaan, Marianne. Ja, wij zitten op het ogenblik nog in een beetje sneeuw. En nu wordt het wat regen. Ik weet niet of het bij jullie is. Ik zag wel toen op die mooie dia's dat er ook nogal heel wat sneeuw in zo kan zijn. Want het was heel wat daar toen, hoor, met die foto's. Nou ja, de kachel is er goed voor, zullen we maar denken. En als je aan het werk bent, dan gaat het ook weer wel een beetje, hè? Ja, we horen tegenwoordig alles wat over Amerika en al die andere oorlogstuigen. Maar voor de rest, dat is altijd maar hier. Gelukkig nogal vrede. Ik moest even een waarschuwende vinger opsteken tegen tante Bet. Want er wordt niet over politiek gepraat, daar houd ik niet van. En dat hoeft ook niet. Is er iets te zeggen, dan kunnen we dat altijd nog per brief doen, maar daar houd ik ook niet van, dat weten jullie wel. Dus zodoende werd dat eigenlijk een beetje plotseling afgebroken. En ook omdat ik weer een nieuwe visite kreeg. En dat ging zo de hele dag eigenlijk maar door. Het is een enorme gezellige dag geweest. Want om 3:30 kwamen er twee jongetjes uit school. Dat waren René en Victor. Die kwamen verder bij tante Bet kijken. En 's middags kwamen er nog verschillende mensen. Bijvoorbeeld mevrouw en meneer Emikhuizen, kent Marianne ook nog wel. Die zijn ook geweest. En nou, zo verschillende andere mensen meer. Het was erg leuk, hoor. En pardon. En want Annie moest werken, want tegenwoordig werkt Annie in de telefooncentrale in Utrecht. En dat is dan van 2, nu had ze dinsdag, op mijn verjaardag, neem me niet kwalijk, dus het was maandag de dag, had ze van 2 tot 6 uur dienst. Dus toen zijn er 2... Ja, jullie hebben het niet betaald, zelf het weer. Terug. Maar dan zien we alles wel, alles is weer omhoog gegaan. Alles wat duurder. En de ellende is... De dupe zijn de mensen die een vast inkomen hebben van pensioen of, nou ja, noem maar op, AOW'ers. Mensen met de laagste inkomens, hè, die ergens van een ziekte werden of werkloos zijn, dat je niet moet leven. Die kunnen er niet mee meekomen. Die komen er niet mee. Nee, die kan ook niet mee.
Maar zoals de kosterijnen in Engeland, zijn die mensen er nou eigenlijk... Er zijn er niets weinig van geworden, niks. Ze wouden het om rondgeroepen hebben. Ze wouden 15% hebben. Ze hebben tegen 8,5% geboden. Schommelde helemaal. Toen hebben ze 6 weken gestart. 7 in de kou. Nou, ze hebben 7 in de kou. Nou, zijn ze weer het werk gegaan. Ja, ze hebben de boden gezin niet meer, hè? Ja. Maar ze konden daar niet meer voor al hun uitbetalen. Dus ze zeggen, daar moet zijn moeder voor de rest. Ze hebben niets meer gekregen dan wat ze dus eerst bij de werk hebben gewoond. Ze hebben 8,5% gekregen en meer. Ik zeg wel dat. En de kaarten van de boden zijn leeg, hoor. Ja. Absoluut, die hebben niks meer, maar dat kan niet. Ja, en dan de mensen die niet georganiseerd zijn, moet even goed nagaan dat die dus altijd, dat die niet gelijk hebben. Ja, die krijgen niks. Dan is het natuurlijk helemaal aan de rand. Stukkenhuishouden gaan helemaal aan de wet op de fles. Ja, maar dat kan, dat gaat ook niet. Je kan daar ook niet 6-7 weken zonder zitten zitten. Met zulke mensen. Van zulke gezinnen. Nou, als je niet georganiseerd bent, moet je consequenties trekken of niet staken. Nee, dat moet je. Ja, maar zie, dat is het nog maar net. Zo, toen we waren klaar, maar dat geeft niet. Toen ze hier bij mij sporen, hebben ze 3 dagen gestart. Hoe vaak, hoe lang hebben ze toen gestart? 3 dagen of 2 dagen? Toen zei de raad om naar het ijsje vanuit te gaan, om hun een steun te geven, om dat te onderhouden. Dus die, dat vind ik ook weer iets wat niet klopt, hè. Klopt het wel niet. Wat niet klopt, hè, want ik weet wel dat ze met de lijst rondgegaan zijn. Ja. Om die mensen die gestaakt hebben, 2-3 dagen, ik weet niet van waar het voor hoor. Uh-huh. Maar om toch hun tot een loon te komen. Ja. Als je de bonden dat niet meer kan volhouden, dan moeten ze nooit gaan staken. Moeten ze die risico's niet nemen. Nee. Nou, volhouden, ze kunnen er niet eens aan beginnen, maar ze hebben alles belegd hoor. Dus, ja, daarom. Ik vraag me af waarom worden in sommige landen niet gestaakt. Want in Duitsland hoor je nooit van dat. Nee. Maar durven ze niet hoor. Nee, maar daarom doen ze hier ook wel bellen. Ja? Nederland, België, Engeland, Frankrijk. Dus ze doen maar raak, hè, in Italië en zo. En er zijn verschillende landen. Ah, in Italië is toch wel wat heel verschrikkelijk. Oh, die ook. Maar dat land gaat kapot eraan. Daar blijft niks van over. Dit was zomaar eventjes om je te laten horen dat er nog steeds de stem van meneer Smedema dezelfde is. Want Marianne herinnert zich nog wel hoe meneer Smedema altijd doordraven kon. Hè? En praten en op zijn stuk staan en zo. Het is een ontzettend goed en een ontzettende lieve man, werkelijk waar. Maar over politiek heeft hij echt geen kaas gegeten hoor. Want dan spreekt hij zomaar gewoon een klein beetje in de ruimte. Wij noemen dat in Holland als een kip zonder kop. En daarom wou ik je nog maar eventjes dit gesprek zo laten horen. Hij heeft aan de boventoon, en niet op een vervelende manier, helemaal niet. En de andere stemmen die hoorden, dat was dan mevrouw Kugel en mevrouw Smedema en Joop van ons. En wie was er nog meer? Meneer Kugel. En er waren nog een paar mensen. Maar meneer Smedema, met zijn Friese accent, dat houdt aan de bovenkant. En daar wou ik je nog maar eventjes in terugverplaatsen van jaren terug, Marianne. Want dat gesprek is niet zo belangrijk, want dat doet mij helemaal niks en niemand niet. Maar je weet nog wel hoe dat dan is als meneer Smedema dan zo lekker aan het praten was, hè? Hun beide kinderen zijn intussen ook alweer groot geworden. Je weet, Hette is 14 dagen ouder dan Egbert. En een ontzettend leuke jongen, een knap gezichtje. Hij is dol op oma. Want hij komt naar haar en dan roept hij, ha, oma, hoe is het nou? Bijvoorbeeld midden in de stad als hij met een hoop schoolgenoten uit de school komt, hè. En ja, het is toch ook al een jongen van 17 jaar. En dan ziet hij mij lopen bijvoorbeeld en dan gilt hij, oma, hoe is het? Zal ik je even een lift op de brommer geven naar het ziekenhuis? Wat ik natuurlijk niet doe, maar echt leuk is dat zo, hè. Hij leert voor elektricien. Hij is de ambachtsschool, ja, ambachtsschool is hij doorlopen. En nu gaat hij dan straks gaat hij werken bij Bredero Bouwbedrijf. Ja, dat kennen jullie niet, want dat was toen nog niet gevestigd, toen jullie nog hier woonden. Gaat hij werken op Schiphol met leidingen leggen, elektriciteit en zo. En dan 's avonds bezoekt hij nog verschillende scholen. Van hem heb ik dan ook die racket gekregen, die platenspeler gekregen. Waar ik zo even op een van de vorige kanten, waar ik het toen over had. Nou, en Titia is 13. Een leuk, dat is echt wat je noemt een fris, blozend boerinnetje. Zij heeft heel lang haar, heel lang donkerbruin haar, wat een eind over de achterste hangt. Want tegenwoordig hebben al die meisjes lang haar. En ze gaat naar de MAVO.
Ja, dat is de MAVO, wat bij jullie vroeger de MULO was. Ze heeft ontzettend goede cijfers, ze is erg leergierig. Want als zij niet een van de eerste is van haar klas, ze wil niet de eerste, maar dan toch altijd zo ongeveer aan de top staan, anders is ze verdrietig, want ze zegt, ik kan het en dan wil ik het ook. Dus morgen bijvoorbeeld staat ze om 5:15, 6:15 op, gaat ze zitten leren tot ze naar school gaat. Komt ze 's middags uit school thuis, dan gaat ze een eindje fietsen met een vriendin of ze gaat wandelen of het een of ander. En dan 's avonds kijkt ze even tv en ze maakt wat aantekeningen voor haar huiswerk. Maar ja, ze zegt ook, ik kan het allerbeste 's morgens vroeg leren. Zij wil dan later bij het onderwijs, onderwijzeres of lerares wil ze worden. Ja, ik kan echt wel zeggen, deze mensen hebben heel veel plezier van hun twee kinderen. En ja, mevrouw Smedema is altijd dezelfde nog. Ontzettend goed en lief voor mij. Een dochter kan niet beter zijn. Elke woensdagmorgen zien we elkaar zomaar even 1 uur. Want woensdagmorgens, het is nu op het Van Beuningenplein. Dat weet je nog waar je had, het Torbekkenplein of Van Beuningenplein. Daar in de buurt van de straat waarbij de watertoren. Die pleintjes. En op een van die pleintjes is het nou elke woensdagmorgen van 8:00 tot 1:00 markt. Zoals in het klein, zoals het dan in de stad zaterdags in het groot is. Nou, je kan er ook... Ja, ik moest even onderbreken, want het was de telefoon. Dan kon je misschien wel horen, hè. Ik werd even gebeld uit Rotterdam, van Sera. Ja, die woont tegenwoordig niet meer in Rotterdam, die woont in Spijkenisse. Maar dat was eventjes een plezierig gesprek. Maar daar praat ik later nog wel over. Sera en Piet de Vries, die krijgen ook nog een beurt hoor, om naar Amerika te gaan met een gesproken brief. Maar ik had het dan over de familie Smedema, over het marktje zaterdagsmorgens. Hè. En daar ga ik dan altijd heel even heen, als ik tenminste thuis ben, als ik niet moet werken of zo, of dat er niks anders is. Want het is er altijd heel prettig. De groente en fruit is er bijzonder goed en bijzonder goedkoop. En het is even gezellig. Loop dan samen even en dan kom ik langs mevrouw Smedema, want daar moet ik natuurlijk langs. En dan pikken we elkaar op en we lopen gearmd eventjes over het marktje. En we kijken eventjes allerlei dingen. En je zal het niet geloven, maar dan zijn we met een kwartier klaar hoor. Want bij alle kramen blijven staan kijken, dat doen we ook eigenlijk niet. Het is zomaar eventjes eruit. En dan heeft zij al koffie, dan drink ik 2 kopjes koffie bij haar. En dan loop ik weer naar huis lopen of fietsen. En zo ben ik dan met 1 uur uit en thuis. Maar het is in ieder geval zo dat we elkaar toch elke woensdagmorgen, bijna elke woensdagmorgen, even zien en spreken. Meneer Smedema zelf werkt altijd nog aan het spoorwegbouwbedrijf. Dat werkte hij geloof ik toen al, toen jullie hier nog waren. Hij is daar opzichter, hij heeft dan een goede baan. Hij spoor- en bouwbedrijf, dat houdt in, of in, dat weet Bert nog wel, de lijndienst, de rails en zo, hè, en de elektrische leidingen. En dat is dan, heeft hij dan een toezicht over. Ik geloof niet dat hij zelf hoeft te werken, maar hij heeft dan wel het toezicht op een groepje van 10 of 12 mensen die aan die rails en aan die bielsen en aan die elektrische leidingen en die palen en hoe heet die rattenplan allemaal, hoe die daar werken. En zo kruist hij dan ook het hele land door. Hij heeft dan dag- en nachtdienst. De ene week dagdienst en de andere week nachtdienst. Nou, en mevrouw Smedema zelf is dan meestal thuis. En dan doet ze ook zogenaamd noodhulp brigadieren. Dat is tegenwoordig op de kruispunten staan. Dat wordt hier door heel Nederland gedaan. Door gehuwde vrouwen, door gehuwde dames, moeders van kinderen. Die krijgen dan door de politie een zeker punt aangewezen waar een druk verkeerspunt bij een school. En dan moeten ze bijvoorbeeld 12:00, 's morgens om tussen, zeg maar tussen 8:30 en 9:00 op zo'n punt staan met zo'n stopbord voor de auto's en fietsen en brommers. En dan 12:00 weer als die scholen uitgaan om de kinderen veilig de straat over te sturen. En dan 's middags om 2:00 weer of 1:30 en dan om 4:00 weer. En dan worden ze daar per uur betaald door het Rijk, hè, via de politie. En dat is een heel erg goed systeem, want sinds dat jaren geleden, geloof ik dat een jaar of 10 geleden ingevoerd is hier in Nederland, dan zijn er veel minder ongelukken. Want je weet zelf hoe kinderen zijn, ze kijken niet uit met het oversteken op straat en het is zo enorm druk geworden hier in Holland, in ons kleine Hollandje.
want 1 op 8 mensen heeft een auto, dus dan weet je het wel, dat er ontzaggelijk veel ongelukken gebeuren. Ik vind, dat zie ik dagelijks in het ziekenhuis, wat er daar allemaal binnengebracht wordt. En toen heeft de politie vrijwilligers opgeroepen in de vorm dan van huismoeders, om elke dag, elke schooldag dan, dus van maandag tot en met vrijdag, en in de vakantie niet, en woensdagsmiddags ook niet, om dan te brigaderen. Die dames die hebben dan zo'n oranje plastic gekleurde jas aan, die erg goed zien kan. Vind je, je weet wel wat ik bedoel, wij, dat ook in mist goed te zien is. En ze hebben dan een stopbord en ze laten dan de automobilisten iedere keer stoppen om de kinderen, een groepje kinderen, over te laten steken. Die helpen ze dan over. Er staan altijd 2 dames gelijk, 1 aan de ene kant van de straat en de ander aan de andere kant. En zo helpen ze dan die kleuters oversteken. En als er dan weer zo'n groepje overgestoken is, dan krijgt het verkeer weer doorgang. Die mogen dan weer doorgaan. En zo komen er dan weer een groepje kinderen. Die wachten dan allemaal bij de tantes. Want die dames worden door die kinderen allemaal tante genoemd. En zo komen ze dan over. En zo gaat, dat is een heel goed systeem, want er gebeuren heel weinig ongelukken. En zo loopt dit bandje dan ook weer op zijn eind. Jullie horen er wel nader van. Zo, ik heb een nieuw bandje opgezet, of tenminste, ik heb het omgekeerd. Dus nou ga ik maar weer verder, hè. Ik heb het eerste bandje, is dan nu, de eerste kant is vol geboekt. En ik ben begonnen met te zetten op 1-4. Dat was dan de eerste kant, en toen heb ik eerst 1 gedaan. En toen die vol was, toen heb ik dat omgekeerd om op 3 te zetten, op dat middelste. En dat was dan nu vol. En ik merkte dat ik dat geen eens om hoefde te draaien. Ik kan het gewoon omkeren. Dus nou is het een beetje onsamenhangend. Maar dat zoeken jullie maar uit. Want dan heb je wat te puzzelen. Hoe of je dat dan doen moet. Een andere keer zou ik het allemaal wel beter doen. Maar jullie moeten maar niet kwalijk nemen, hoor. Het is allemaal even uitzoeken. En de volgende keer dan zal de opname wel beter zijn, hoop ik. Ik heb aan de vorige kant nog een klein gedeelte van de nieuwsdienst laten horen. Dan weten jullie wat er zoal in Holland te koop is hier. Enfin, dat is eigenlijk over de hele wereld. Het is allemaal oorlogen, geruchten van oorlogen. En mensen en staten die het niet met elkaar eens zijn. Het is op het ogenblik een vreselijk rommeltje. Je houdt je hart vast voor alle jonge levens die daar aan ten offer vallen. Hoe is het? Is Egbert al gekeurd? Die moet nu 17 worden, hè? Of is dat ook met zijn 18e jaar? Maar ja, door zijn astma hoeft hij misschien niet in directe actieve dienst. Hij zal wel volgens mij een administratieve baan krijgen ergens. Wat ik natuurlijk heel erg hoop. Zo, en dan is in maart hebben we weer verschillende verjaardagen gehad. Na mei kwam Jannie van Joop. Dus daar ben ik heen geweest en dat was heel gezellig. Na Jannie, de 24e maart was het Eddie. En daar ben ik ook geweest, dat hebben we zondags gevierd. En kwam de hele familie van Jannie kwam er ook. Dus dat is dan altijd een hele gebeurtenis, vooral voor zo'n kind ook. Ik had gevraagd, wat wil je voor je verjaardag hebben? Nou, hij wilde liever maar centjes hebben. Hij zegt, dan kan ik zelf kopen. Ik zeg, dat vind ik heel goed, hoor, want tenslotte, hij is 12 jaar geworden. Dus je weet eigenlijk niet goed wat je zo'n jongen geven moet. Want het zijn kinderen van Weelde, die van Ad ook. Je kan het niet opnoemen of de kinderen hebben het. Dus wat kan je die kinderen, waar kan je ze nog een plezier mee doen? Ze zijn heel erg dankbaar, dat wel, hoor. Maar ja, je wilt toch iets geven waar ze wat aan hebben. En zodoende heeft mevrouw Hogendoorn, dat is dan Jannie de moeder, en ik hebben besloten om ze maar wat centjes te geven. En dan kunnen ze zelf kiezen, hè. En toen 2 april was Michiel jarig. Toen zei ik tegen Michiel, wat wil jij hebben van oma? Hij zei, een heleboel centjes, want dan ga ik sparen. En ik zeg, nou jongen, dat krijg jij dan ook. Dus toen heb ik een leesboekje van hem gekocht, want hij gaat naar school en hij begint ook al te lezen. En kreeg hij dan ook centjes erbij. En ik moest wel lachen, hoor. Hij zei, jongens, dat is een heleboel. Nou moet ik maandag toch direct maar naar de bank. Dan ga ik het maar op de bank zetten. Van zijn vader en zijn moeder had hij een fiets gekregen. Dus hij zegt, ik kan het nu op de fiets doen, dan ga ik maar op de fiets naar de bank. Dus die jongens, je moet er altijd om lachen, hè. En 24 maart was
25 april was René jarig. En dat hebben we dan op de boot gevierd. Maar zoals ik je wel gezegd heb, geloof ik, of ik meen dat ik het wel geschreven heb. Ad heeft een mooie boot gebouwd, dat heeft hij zelf gedaan. Hij heeft in Alphen aan de Rijn heeft hij in september 1969 een casco laten bouwen. En dan heeft hij in 1970, van het voorjaar en de zomer van 1970, heeft hij zelf de bovenbouw gedaan. Nou, ik moet zeggen, het ziet er keurig uit. Het is fantastisch hoor. Als je dat allemaal ziet en hoe hij dat klaargespeeld heeft en wat hij allemaal erop en eraan gedaan. Het is werkelijk fantastisch. De boot is 9,5 meter lang en 4 of 4,5 meter breed. En het mooie slaapplaatsen zijn erin, of in een ijskast. En, nou, je kan het niet opnoemen of het is er allemaal in. Het is het puikje van de zalm. En hij is er zo wijs mee, want als het weer maar een beetje goed is, dan zijn ze op het water. Dus zodoende kwam Ad mij vorige week zondag om 10 uur kwam hij mij halen. En toen zijn we dan ook met z'n allen op de boot geweest. Annie, de familie was er ook. En we hebben gevaren. Het was wel een koude dag, maar ja, het is allemaal nog koud op het ogenblik hoor. Dat heb je zo even van de nieuwsdienst gehoord, hè. Maar het was een heerlijke dag, jongens, het was zo verschrikkelijk gezellig. En toen s'avonds ben ik bij hun blijven eten hier in Utrecht dan, want ze moesten s'maandags weer werken en ik ook natuurlijk. Dus s'avonds na het eten zijn we weer naar Utrecht gegaan en toen ben ik nog een poosje bij hun gebleven. En toen om 9:30 heeft Ad me thuis gebracht, 9:30, 9:45. Dus dat was weer het einde van een gezellige dag, hè. Vorige week zaterdag ben ik met mijn vriendin, met mevrouw Dees, een dagje naar Lisse geweest, naar de Keukenhof. Al is het de natuur koud, storen de bloemen en de planten zichzelf toch niet aan, hè, want dat was toch weer een pracht daar. Het was zo enorm mooi. En ik heb voor het eerst dan nu ook het bloemencorso gezien, dat had ik nog nooit gezien. Dit jaar stond het in het teken van de sprookjes van Andersson. Zeg tussen twee haakjes, heb jij dat boek nog van die sprookjes van Andersson? Weet je wel, dat dikke boek, dat heb je mij beloofd, niet weggooien hoor, als je het nog niet gedaan heeft. Nou, nu weer terug naar de Keukenhof. Het was hier in Holland, want er wordt altijd Holland gezegd, hier heeft het de hele dag geregend. Maar wij daar in Lisse, aan de kuststreek, was het wel donker de hele dag en een beetje miserig en vochtig koud, maar regenen deed niet. Maar het was oneindig koud, want we hebben zoveel kou geleden. Maar het was het wel waard, want het stond allemaal zo ontzettend prachtig in bloei. En duizenden mensen waren er. Maar je snapt niet waar ze op zo'n moment allemaal vandaan komen, hè? Nou, en in het ziekenhuis, in het SASU gaat het ook allemaal zo'n gewone gangetje nog. Ik ben dan in maart 65 geworden. Dus toen had ik al in het maandblad, in januari het maandblad, stond erin dat ik gepensioneerd zou worden. Nou, stelt er niet veel voor. Want doordat ik maar een halve dagtaak had al die jaren, kwam ik niet in het pensioenfonds. Maar dat is toen in 1967 is dat veranderd. Ook voor de mensen die een halve dagtaak hebben, die kwamen in pensioenfonds. Dus ik zou dan nog een heel klein pensioentje, het is maar een centenkwestie of misschien een dubbeltjeskwestie, van pensioen krijgen. Maar toen moest ik bij de directie komen en die vroeg of ik nog blijven wilde, wat ik natuurlijk heel erg graag deed. Want dat van de weduwerente, of dat is dan nu AOW, alleen daar kan je niet van leven, dat is absoluut onmogelijk. Een mens moet er iets bij verdienen, dus dat doe ik dan nu bij deze. En het gaat gewoon allemaal door. Nu heb ik nog geen loon ontvangen van deze tijd. Ik ben dan nu een zogenaamde 65-plusser. Maar ik denk wel dat het loon ook hetzelfde zal blijven hoor. Daar heb ik nog totaal niets over vernomen, dat zal ik maandag of dinsdag wel horen. Maar in ieder geval, deze vrouw werkt dan steeds nog en ik vind het ook wel prettig, want wat moet ik eigenlijk hele dagen thuis doen? Er is eigenlijk geen werk genoeg om de hele dag thuis te zitten en een buren lopen ben ik helemaal niet. Op visite gaan, dat doe ik ook helemaal niet en het is zo beter. Een mens blijft er gezond en jong bij, vind je ook niet? Nou, het is dan nu intussen alweer enige weken later geworden. Maar ik weet dan nu waar ik in het ziekenhuis aan toe ben. Ik krijg dan over die jaren van 67 tot en met maart 1971 een klein pensioentje.
Dat bedraagt 26 gulden en 46 cent in de maand. Het is natuurlijk niks, maar ja, ach, ik heb er niks voor te doen. Het is altijd meegenomen. En dan wat het werk betreft, ik kan daar blijven werken. Maar dan in los verband. De mensen in het ziekenhuis hebben recht om mij van de ene week op de andere week op te zeggen. Maar omgekeerd heb ik ook dat recht weer. Ik kan ook van de ene week op de andere week zeggen, nou jongens, bejoe hoor, ik doe het niet meer. Maar anders blijft alles hetzelfde. Alleen ik heb nu met mijn laatste loonstrookje gezien, ik ben 10 gulden per maand op achteruit gegaan. Maar ik heb nu dat voordeel weer. Ik ben nu van weduwerente op AOW, dat is Algemene Ouderdomswet, ben ik gekomen op 10 gulden meer. Dus het blijft precies de oude knecht, hè. Het een 10 gulden minder en het andere 10 gulden meer. Dus nou ja mensen, wat wil je meer? Ik ben zo ontzaglijk tevreden dat ik dit werk nog kan doen. Ik heb nu een paar cent op de spaarbank. Als ik voldoende heb, dan ga ik dat weer in Amerika verbrassen. Ja, en over verbrassen gesproken. Er wordt op het ogenblik nogal veel reclame gemaakt met goedkope vliegreizen naar Amerika. Dus ik geloof dat ik, dat blijft zomaar een klein beetje in mij hangen. Dus ik denk dat het toch wel met een jaar of met anderhalf jaar of misschien 2 jaar, daar we wel eens over kan zien wippen voor een week of 6. Als tenminste, als de plaats is bij jullie, want als die vliegreizen nou zo goedkoop worden, dan zou dat eigenlijk wel te doen zijn, vind je ook niet. Want het is op het ogenblik, de geldwaarde is maar een klein beetje onstabiel door over heel de wereld. Dus wat kan je eigenlijk met je geld doen? Dan het er maar even van nemen. Wat denken jullie daarvan? Maar ja, dit is nog maar een vaag plan hoor. Of dat uitgewerkt wordt en zo, dat weet ik niet. Ik lig daar dan als ik dan 's nachts wakker leg. En ik lig dan heel erg aan jullie te denken. Dan denk ik daarover, zou dat ook eigenlijk wel te doen zijn? En nou ja, je weet, dat moet eerst een hele tijd, vergt dat van voorbereiding in je gedachten, eer het zover is dat het uitgewerkt kan worden. En ik heb als voorzichtig bij de kinderen geïnformeerd en die zeiden, mam, je zou gek wezen als je het niet doet. Waarom, voor ons hoef je niet te sparen. Die paar cent die je op de bank hebt, dat brengt voor ons ook niks aan. En tenslotte, je leeft maar 1 keer en geniet er maar van. Je hebt tenslotte altijd zorgen genoeg gehad. Wij zijn wat we zijn door jullie. Als jullie niet zo ontzettend goed voor ons gezorgd hadden, dan waren wij nu niet wat we zijn. Dus nou ja, ik weet het eigenlijk nog niet. Ik zal wel eens kijken wat het verloop van de dingen brengt. Het is op het ogenblik zo dat ik nog wel plannen heb, maar ja, straks staat de winter voor de deur, dus dan kan dat toch ook niet. En ik moet dan toch in het ziekenhuis informeren hoe dat is. Of ik heb recht op 4,5 week vakantie. Ja, nu komt spoor 3. Ik was aan het vertellen dat er bij de jongetjes hier vanmiddag, maandagsmiddags bij mij kwamen, omdat Annie op de telefooncentrale werkt. En zij had dienst van 2 tot 4, want ze heeft ongeregelde diensten. Dus toen had ze mij nog gebeld, maar zoals jullie weten heb ik nu ook sinds kort telefoon. Ze had mij gebeld dat de jongetjes om 3:30 uit school direct naar mij zouden komen. Dat hebben ze dan ook inderdaad gedaan. En s'avonds om kwart voor zes heeft Ad haar gehaald. Dus toen waren zij 6:15 hier bij mij. En ik had de tafel gedekt en al het eten stond klaar. En toen hebben we gezellig gegeten met Ad en Annie en mijn zuster Tante Bet. En de 2 jongetjes en ikzelf. Ik had een beetje uitgebreid gekookt en het is enorm gezellig geworden. En na het eten hebben we nog even zitten praten en toen vlug de boel in de keuken brengen, want s'avonds werd er natuurlijk weer van alles verwacht, wat ook inderdaad zo was. Want de familie Smedema is geweest en de familie Kugel is geweest en nog verschillende mensen die jullie niet kennen. Deze mensen kennen jullie dan toevallig en Joop is ook nog weer teruggekomen uit Soest. En die heeft nog een beetje zitten spelen en zitten rommelen met het telefoon, met dit toestel hier. En ook met de platen, want ik krijg binnenkort van Hette Smedema, de zoon, de oudste van de familie Smedema, krijg ik zijn bandrecorder. Want hij krijgt een nieuwe en nou heeft hij gezegd, die oude die is nou voor oma, hij is nou erg goed. Dus nou heeft Joop vast een snoertje gemaakt dat ik hem aan de radio kan zetten. En ik heb voor mijn verjaardag heb ik een plaat van Bach gekregen. En ik heb nog een plaat van de Wiener
van Strauss gekregen en nog een andere plaat, een grote langspeelplaat. En ik heb zelf, had ik van de winter, voor, dit heb ik mezelf voor kerstdag cadeau gegeven, de, hoe heet het, de, wat ik bij jullie gezien heb, weet je wel, twee keer in de tabernakel, wat ook zo verschrikkelijk leuk was. En die heb ik dan ook, dus dan kan ik dat allemaal zelf eens draaien. Hè? En van Joop heeft gezegd, ik kan wel platen van hem krijgen. Er is bijvoorbeeld Wim Kan met een oudejaarsavond conference, wat verschrikkelijk leuk is. Die wil ik dan opnemen en dat wil ik dan op een keer bij jullie, naar jullie toesturen. Dat is voor jullie ook weer eens aardig. En Ad heeft gezegd dat ik zijn Chopin-platen wel mag krijgen. En verschillende andere mensen hebben gezegd dat ik hun platen wel kan krijgen. Dus dat wordt natuurlijk wel heel erg aardig. Dus zodoende zat Joop daar een klein beetje mee te stoeien. En de mensen zaten te praten. En we dronken een kopje koffie. We dronken een glas limonade. En we dronken een glas sherry. Enfin, je weet wel hoe dat dan gaat. Het was gezellig. Nu moet ik eerst vooral eens even vertellen. Dat ik zei bandrecorder, maar ik bedoelde platenspeler. Racket, zeggen jullie. Want dat was natuurlijk een heel fout woord van mij. Hè? Maar ja, ik ben nu ook een oude vrouw van 65. Dus dat kunnen jullie mij niet kwalijk nemen, nietwaar? En dan het woord waar ik niet op kon komen van de plaat, dat was de Messiah van Händel. Je weet, ik heb twee keer bij jullie, tweemaal in december, heerlijk genoten in de tabernakel in Utah, in Salt Lake City, van de Messiah. Dat was ontzaggelijk goed, want ik geniet er nog steeds naar. En daarom heb ik mij de wilde veroordeeld om mijzelf voor kerstmis deze platen cadeau te doen. Als ik die platen dan draai, dan verbeeld ik mij dat ik weer bij jullie ben en dat ik alles weer hoor en zie zoals ik dat toen beleefde. Want kinders, jullie kunnen je niet voorstellen, het is nu alweer enige jaren geleden dat ik bij jullie was, maar hoe ik dat steeds nog van geniet. Jullie met je groot gezin, die zoveel andere dingen te overwegen hebben en te doen hebben en zorgen en bemoeienissen en noem alles maar. Maar ik ben alleen en als ik s'avonds dan zo thuis kom uit het ziekenhuis, dan kan ik niet zeggen dat ik zo verschrikkelijk moe ben, maar ik ben dan wel een beetje duf. En dan ga ik die platen nog even draaien. En ik zet de dia's op en dan kijk ik naar de dia's die ik bij jullie gemaakt heb toen ik bij jullie was. En bijvoorbeeld ook als ik nu die plaat draai en dit ook weer hoor, dan zet ik die dia's op van de kerstmisnacht of van de kerstmismorgen toen de kinderen allemaal uit hun bedje kwamen, dat ze onder de kerstboom alle cadeaus zagen en dat wij dat bed heeft wat opgenomen en ik heb daar dia's van gemaakt. En zo kan ik met jullie praten en ik kan jullie zien en ik kan alles weer opnieuw beleven wanneer ik maar wil. Vinden jullie dat geen verstandig idee? En ik heb dat boeltje nog eens even teruggedraaid allemaal, maar ik geloof nooit dat Bert daarover tevreden zal zijn, want ik heb wel heel veel fouten gemaakt hoor. Maar ja, van een eerst beginnende moeten jullie me dat maar niet kwalijk nemen, want ik heb eigenlijk niemand hier om iets aan te vragen. Want die jongens zijn er niet, Ad heeft er geen verstand van en Joop woont helemaal in Soest en die zie ik ook zo vaak niet. Dus ik moet het natuurlijk allemaal zelf maar uitvinden. Dus jongens, als er zo'n grote hoge fluittoon tussendoor komt dat jullie niet weten waar je blijven moet, trek je er van niks van aan hoor. Hier aangekomen in de Jordaanse hoofdstad Amman. Koning Hussein heeft de Jordaanse vakbonden bewogen af te zien van een proteststaking vanmiddag. Oost-Pakistaanse vluchtelingen worden in kampen in het Indiase grensgebied geworven voor het bevrijdingsleger van de beweging Vrij Bengalen. De Ceylonese regering verwacht dat de toestand op het eiland spoedig weer normaal zal zijn. Maar de legerleiding heeft al een offensief tegen de rebellen in het oerwoud aangekondigd na afloop van de amnestieperiode dinsdag. Vanaf volgende zondag zal deze nieuwsuitzending niet meer om 17:50 beginnen, maar om 18:00, net als op de andere dagen van de week. Nu eerst de weersverwachting tot morgenavond. Droog en zonnig met een matige tot vrij krachtige wind uit noordoost tot noord. Minimumtemperaturen van 5 graden aan zee tot omstreeks 1 graad elders in het land. Maxima morgen omstreeks 13 graden, in het Waddengebied enkele graden lager. De vooruitzichten voor dinsdag en woensdag, droog, zonnig en geleidelijk wat warmer.
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rogers, is op zijn 5-landenreis door het Midden-Oosten uit Saoedi-Arabië aangekomen in Jordanië. In verband met protesten van Palestijnse zijde wordt de Amerikaanse bewindsman zwaar bewaakt. Al uren voor zijn aankomst op vliegveld bij Amman waren de luchthaven en de 6 kilometer lange route naar het Koninklijk Paleis in Amman afgezet en onderzocht op mijnen. Op verschillende huizen langs de route waren mitrailleurnesten ingericht en overal waren geparkeerde auto's verwijderd. Voor zover bekend hebben zich geen ongeregeldheden voorgedaan. Door tussenkomst van de Jordaanse regering hebben de vakbonden op het laatste moment een aangekondigde proteststaking van 3 uur ingetrokken. In ruil daarvoor zal koning Hussein aan minister Rogers een nota van de vakbonden overhandigen, waarin de Amerikaanse Midden-Oostenpolitiek scherp wordt veroordeeld. Morgen gaat minister Rogers naar Libanon. Daar hebben in de hoofdstad Beirut groepen betogers al tegen het bezoek van Rogers gedemonstreerd. De Amerikaanse minister heeft in Saoedi-Arabië met koning Faisal overleg gepleegd. De koning heeft gepleit voor meer medewerking van Washington aan een spoedige vredesregeling in het Midden-Oosten. Daarbij stelde hij opnieuw de eis dat alle Israëlische troepen worden teruggetrokken uit de bezette Arabische gebieden. Minister Rogers heeft geantwoord dat een onmiddellijke regeling niet mogelijk is en dat zijn reis door het Midden-Oosten daar zeer waarschijnlijk weinig aan zal veranderen. Pakistan. In de vluchtelingenkampen in India wordt een Oost-Pakistanis aangeworven om dienst te nemen in het bevrijdingsleger van de onlangs uitgeroepen Republiek Vrij Bengalen. Een woordvoerder van de verboden Oost-Pakistanse Awami-liga die dit bekend maakte, zei dat de voorlopige regering van Vrij Bengalen opnieuw probeert een bevrijdingsleger op te bouwen. Al bijna 600 recruten zouden uit India naar Oost-Pakistan zijn teruggebracht, waar ze op 3 geheime plaatsen in Vrij Bengalen worden opgeleid. Een Brits parlementslid dat een niet-officieel bezoek heeft gebracht aan Oost-Pakistan, heeft bij terugkeer in Londen gezegd dat in dit gebied nog steeds zwaar wordt gevochten. De Labour-afgevaardigde in het lagerhuis was vanuit de Indiase provincie West-Bengalen de grens overgegaan om in Oost-Pakistan pooshoogte te nemen. Zijn reis was betaald, zei hij, door Oost-Pakistanis in Engeland. Ceylon. De Ceylonese regering schijnt erop te rekenen dat de opstand van de Che Guevara-beweging nu vrijwel is bedwongen. In Colombo worden regelmatig communiqués uitgegeven over de aantallen, meest jonge rebellen, die zich onder de bepalingen van de amnestie aan de regeringstroepen overgeven. Het ministerie van Onderwijs heeft aangekondigd dat de scholen die worden gebruikt voor de legering van militairen spoedig zullen worden vrijgegeven voor de hervatting van het onderwijs. Maar er zijn ook maatregelen die erop duiden dat de opstandelingen nog actief zijn. De Ceylonese marine heeft opdracht gegeven dat alle schepen die de territoriale wateren van Ceylon binnenvaren zich moeten melden. De bedoeling hiervan zou zijn een mogelijke aanvoer van wapens voor de rebellen te onderscheppen. De legerleiding heeft bekendgemaakt dat een groot offensief tegen de rebellen wordt voorbereid dat zal worden ingezet na afloop van de amnestieperiode dinsdag. Tot dan hebben de troepen opdracht niet op rebellen te schieten. Dinsdag zal een laatste aanval worden gedaan op het oerwoud in het zuiden van Ceylon waar veel vluchtende opstandelingen zich hebben samengetrokken. Verder buitenlands nieuws. De ontruiming van de campings in Washington, waar duizenden jonge Vietnam-demonstranten zich hadden verzameld, is zonder incidenten verlopen. Vanochtend vroeg werden de kampeerders gewekt door de politie met de mededeling dat hun kampeervergunning was ingetrokken. Als aanleiding daartoe werd onder meer druggebruik opgegeven. Maandag begint in Washington een massale betoging tegen de oorlog in Vietnam, waarbij het de bedoeling is verkeersknooppunten te blokkeren om ambtenaren te beletten hun kantoren te bereiken. De demonstranten zeggen dat ze de regering zullen sluiten. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Chen Yi, is voor het eerst sinds 2 jaar weer in het openbaar verschenen. Hij stond naast partijleider Mao Zedong op een podium in Peking, waar op 1 mei een groot vuurwerk werd ontstoken. In de periode van de culturele revolutie kreeg Chen Yi veel kritiek te verduren. In 1969 verdween hij van het politieke toneel. Hij is nooit ontslagen, maar zijn werk werd overgenomen door een waarnemend minister van Buitenlandse Zaken. De Zuid-Vietnamese regering maakt melding van een grootscheepse anti-drug campagne.
In 2 maanden zijn meer dan 500 mensen gearresteerd die verdovende middelen gebruikten of verhandelden. Een grote hoeveelheid drugs is in beslag genomen. Zo, ik heb een nieuw bandje opgezet, of tenminste, ik heb het omgekeerd. Dus nou ga ik maar weer verder, hè. Ik heb het eerste bandje, is dan nu in de eerste kant, is vol geboekt. En ik ben begonnen met te zetten op 1-4. Dat was dan de eerste kant en toen heb ik eerst 1 gedaan. En toen die vol was, toen heb ik dat omgekeerd om op 3 te zetten, op dat middelste. En dat was dan nu vol. En maar ik merkte dat ik dat geen eens om hoefde te draaien. Ik kan het gewoon omkeren. Dus nou is het een beetje onsamenhangend. Maar dat zoeken jullie maar uit, want dan hebben je wat te puzzelen. Hoe of je dat dan doen moet. Een andere keer zal ik het allemaal wel beter doen, maar jullie samen wel beter zijn, hoop ik. Ik heb aan de vorige kant nog een klein gedeelte van de nieuwsdienst laten horen. Dan weten jullie wat er zoal in Holland te koop is hier. Enfin, dat is eigenlijk over de hele wereld. Het is allemaal oorlogen, geruchten van oorlogen en mensen en staten die het niet met elkaar eens zijn. Het is op het ogenblik een vreselijk rommeltje. Je houdt je hart vast voor alle jonge levens die daar aan ten offer vallen. Hoe is het? Is Egbert al gekeurd? Die moet nu 17 worden, hè? Of is dat ook met zijn 18e jaar? Maar ja, door zijn astma hoeft hij misschien niet in directe actieve dienst. Hij zal wel volgens mij een administratieve baan krijgen ergens. Wat ik natuurlijk heel erg hoop. Zo, en dan is in maart hebben we weer verschillende verjaardagen gehad. Na mei kwam Jannie van Joop. Dus daar ben ik heen geweest en dat was heel gezellig. Na Jannie, de 24e maart was het Eddie. En daar ben ik ook geweest, dat hebben we zondags gevierd. En kwam de hele familie van Jannie kwam er ook. Dus dat is dan altijd een hele gebeurtenis, vooral voor zo'n kind ook. Ik had gevraagd, wat wil je voor je verjaardag hebben? Nou, hij wilde liever maar centjes hebben. Hij zegt, dat kan ik zelf kopen. Ik zeg, dat vind ik heel goed hoor, want tenslotte, hij is 12 jaar geworden. Dus je weet eigenlijk niet goed wat je zo'n jongen geven moet. Want het zijn kinderen van Wilde, die van Ad ook. Je kan het niet opnoemen of de kinderen hebben het. Dus wat kan je die kinderen, waar kan je ze dan nog een plezier mee doen? Ze zijn heel erg dankbaar, dat wel hoor. Maar ja, je wilt toch iets geven waar ze wat aan hebben. En zodoende heeft mevrouw Hogendoorn, dat is dan Jannie de moeder, en ik hebben besloten om ze maar wat centjes te geven en dan kunnen ze zelf kiezen. Hè? En toen 2 april was Michiel jarig, toen zei ik tegen Michiel, wat wil jij hebben van oma? Hij zei, een heleboel centjes, want dan ga ik sparen. Ik zei, nou jongen, dat krijg jij dan ook. Dus toen heb ik een leesboekje van hem gekocht, want hij gaat naar school en hij begint ook al te lezen. kreeg hij dan ook centjes erbij. En ik moest wel lachen hoor. Hij zei, jongens, dat is een heleboel. Nou moet ik maandag toch direct maar naar de bank. Dan ga ik het maar op de bank zetten. Van zijn vader en zijn moeder had hij een fiets gekregen. Dus hij zegt, ik kan het nu op de fiets doen, dan ga ik maar op de fiets naar de bank. Dus die jongens, je moet er altijd om lachen, hè. En 24 maart was 25 april was René jarig en dat hebben we dan op de boot gevierd. Maar zoals ik je wel gezegd heb, geloof ik, of ik meen dat ik het wel geschreven heb, Ad heeft een mooie boot gebouwd, dat heeft hij zelf gedaan. Hij heeft in Alphen aan de Rijn heeft hij in september 1969 een casco laten bouwen en dan heeft hij in 1970 van het voorjaar en de zomer van 1970 heeft hij zelf de bovenbouw gedaan. Nou, ik moet zeggen, het ziet er keurig uit. Het is fantastisch hoor. Als je dat allemaal ziet, hoe hij dat klaargespeeld heeft en wat hij allemaal erop en eraan gedaan, het is werkelijk fantastisch. De boot is 9,5 meter lang en 4 of 4,5 meter breed. En het mooie slaapplaatsen zijn erin, of in een ijskast. Je kan het niet opnoemen of het is er allemaal in. Het is het puikje van de zalm.
En hij is er zo wijs mee, want als het weer maar een beetje goed is, dan zijn ze op het water. Dus zodoende kwam Ad mij vorige week zondag om 10:00 kwam hij mij halen. En toen zijn we dan ook met z'n allen op de boot geweest. Annie, de familie was er ook. En we hebben gevaren. Het was wel een koude dag, maar ja, het is allemaal nog koud op het ogenblik hoor. Dat heb je zo even van de nieuwsdienst gehoord, hè. Maar het was een heerlijke dag, jongens, het was zo verschrikkelijk gezellig. En toen s'avonds ben ik bij hun blijven eten hier in Utrecht dan, want ze moesten s'maandags weer werken en ik ook natuurlijk. Dus s'avonds na het eten zijn we weer naar Utrecht gegaan en toen ben ik nog een poosje bij hun gebleven. En toen om 9:30 heeft Ad me thuis gebracht, 9:30, 9:45. Dus dat was weer het einde van een gezellige dag, hè. Vorige week zaterdag ben ik met mijn vriendin, met mevrouw Dees, een dagje naar Lisse geweest, naar de Keukenhof. Al is het de natuur koud, storen de bloemen en de planten zichzelf toch niet aan, hè, want dat was toch weer een pracht daar. Het was zo enorm mooi. En ik heb voor het eerst daar nu ook het bloemencorso gezien, dat had ik nog nooit gezien. Dit jaar stond het in het teken van de sprookjes van Andersson. Zeg tussen twee haakjes, heb jij dat boek nog van die sprookjes van Andersson? Weet je wel, dat dikke boek, dat heb je mij beloofd, niet weggooien hoor, als je het nog niet gedaan heeft. Nou, nu terug naar de Keukenhof. Het was hier in Holland, want er wordt altijd Holland gezegd, hier heeft het de hele dag geregend. Maar wij daar in Lisse, aan de kuststreek, was het wel donker de hele dag en een beetje miserig en vochtig koud, maar regenen deed niet. Maar het was oneindig koud, want we hebben zoveel kou geleden. Maar het was het wel waard, want het stond allemaal zo ontzettend prachtig in bloei. En duizenden mensen waren er. Maar je snapt niet waar ze op zo'n moment allemaal vandaan komen, hè? Nou, en in het ziekenhuis, in het SASU, gaat het ook allemaal zo'n gewone gangetje nog. Ik ben dan in maart 65 geworden. Dus toen had ik al in het maandblad, in januari het maandblad, stond erin dat ik gepensioneerd zou worden. Nou, stelt er niet veel voor, want doordat ik maar een halve dagtaak had al die jaren, kwam ik niet in het pensioenfonds. Maar dat is toen in 1967 is dat veranderd. Ook voor de mensen die een halve dagtaak hebben, die kwamen in pensioenfonds. Dus ik zou dan nog een heel klein pensioentje, het is maar een centenkwestie of misschien een dubbeltjeskwestie, van pensioen krijgen. Maar toen moest ik bij de directie komen en die vroeg of ik nog blijven wilde, wat ik natuurlijk heel erg graag deed. Want dat van de weduwerente, of dat is dan nu AOW, alleen daar kan je niet van leven, dat is absoluut onmogelijk. Een mens moet er iets bij verdienen, dus dat doe ik dan nu bij deze. En het gaat gewoon allemaal door. Nu heb ik nog geen loon ontvangen van deze tijd. Ik ben dan nu een zogenaamde 65-plusser. Maar ik denk wel dat het loon ook hetzelfde zal blijven hoor. Daar heb ik nog totaal niets over vernomen, dat zal ik maandag of dinsdag wel horen. Maar in ieder geval, deze vrouw werkt dan steeds nog en ik vind het ook wel prettig, want wat moet ik eigenlijk hele dagen thuis doen? Er is eigenlijk geen werk genoeg om de hele dag thuis te zitten en buren lopen ben ik helemaal niet. Op visite gaan, dat doe ik ook helemaal niet en het is zo beter. Een mens blijft er gezond en jong bij, vind je ook niet? Nou, het is dan nu intussen alweer enige weken later geworden. Maar ik weet dan nu waar ik in het ziekenhuis aan toe ben. Ik krijg dan over die jaren van 67 tot en met maart 1971 een klein pensioentje. Dat bedraagt 26 gulden en 46 cent in de maand. Het is natuurlijk niks, maar ja, ach, ik heb er niks voor te doen. Het is altijd meegenomen. En dan wat het werk betreft, ik kan daar blijven werken. Maar dan in los verband. De mensen in het ziekenhuis hebben recht om mij van de ene week op de andere week op te zeggen. Maar omgekeerd heb ik ook dat recht weer. Ik kan ook van de ene week op de andere week zeggen, nou jongens, bejoe hoor, ik doe het niet meer. Maar anders blijft alles hetzelfde. Alleen ik heb nu met mijn laatste loonstrookje gezien, ik ben 10 gulden per maand op achteruit gegaan. Maar ik heb nu dat voordeel weer. Ik ben nu van weduwerente op
AOW, dat is Algemene Ouderdomswet, ben ik gekomen op 10 gulden meer. Dus het blijft precies de oude knecht, hè. Het een 10 gulden minder en het andere 10 gulden meer. Dus nou ja, mensen, wat wil je meer? Ik ben zo ontzaglijk tevreden dat ik dit werk nog kan doen. Ik heb nu een paar cent op de spaarbank. Als ik voldoende heb, dan ga ik dat weer in Amerika verbrassen. Ja, verbrassen gesproken. Er wordt op het ogenblik nogal veel reclame gemaakt met goedkope vliegreizen naar Amerika. Dus ik geloof dat ik, dat blijft zomaar een klein beetje in mij hangen. Dus ik denk dat het toch wel met een jaar of met anderhalf jaar of misschien 2 jaar, daar we wel eens over kan zien wippen voor een week of 6, als tenminste als de plaats is bij jullie. Want als die vliegreizen nou zo goedkoop worden, dan zou dat eigenlijk wel te doen zijn, vind je ook niet. Want het is op het ogenblik, de geldwaarde is maar een klein beetje onstabiel door over heel de wereld. Dus wat kan je eigenlijk met je geld doen? Dan het er maar even van nemen. Wat denken jullie daarvan? Maar ja, dit is nog maar een vaag plan hoor. Of dat uitgewerkt wordt en zo, dat weet ik niet. Ik lig daar dan als ik dan 's nachts wakker leg. En het ligt dan heel erg aan jullie te denken. Dan denk ik daarover, zou dat ook eigenlijk wel te doen zijn? En nou ja, je weet, dat moet eerst een hele tijd, vergt dat van voorbereiding in je gedachten, eer daar eigenlijk, eer het zover is dat het uitgewerkt kan worden. En ik heb als voorzichtig bij de kinderen geïnformeerd en die zeiden, mam, je zou gek wezen als je het niet doet. Waarom, voor ons hoef je niet te sparen. Die paar cent die je op de bank hebt, dat brengt voor ons ook niks aan. En tenslotte, je leeft maar 1 keer en geniet er maar van. Je hebt tenslotte altijd zorgen genoeg gehad. Wij zijn wat we zijn door jullie. Als jullie niet zo ontzettend goed voor ons gezorgd hadden, dan waren wij nu niet wat we zijn. Dus nou ja, ik weet het eigenlijk nog niet. Ik zal wel eens kijken wat het verloop van de dingen brengt. Het is op het ogenblik zo dat ik nog wel plannen heb, maar ja, straks staat de winter voor de deur, dus dan kan dat toch ook niet. En ik moet dan toch in het ziekenhuis informeren hoe dat is. Of ik heb recht op 4,5 week vakantie.